Je kijkt naar een samenvatting van de 9e en laatste wedstrijd in de Nederlandse loterij topcompetitie, de HLB Vandaal Eurode Omloop, waarmee een stagecontract is te winnen bij World Tour formatie Team Katusha Alpecin. De renners zijn traditiegetrouw afgereisd naar Kerkrade voor een omlopen koers over 150 kilometer die vorig jaar een bijzondere winnaar kende. Peter Schulting reed toen alles en iedereen op minuten in zijn laatste jaar als continentaal renner. Schulting is inmiddels vader, werkt fulltime, maar ook een knieblessure zorgde ervoor dat hij weinig kilometers in de benen heeft. Hoe voel je? Je komt terug van een blessure, je hebt heel lang niet gekoerst, nu weer rustig in gang geschoten. Ja, hoe is het met Peter Schulting? Ja, dat klopt. Vanaf half december heb ik eigenlijk niet kunnen fietsen tot eind juli. Dus ik zit nu net een maand eigenlijk weer op de fiets. Dus het gaat verder eigenlijk goed, maar ja, de conditie is natuurlijk nog niet zoals vorig jaar. Peter Schulting is een gekke renner, zeggen ze altijd. Die kan er zomaar staan. Die won van je vorig jaar met minutenverschil. Kan dat vandaag weer? Kan je hier vandaag gewoon weer winnen? Ja, als ik heel eerlijk ben, wordt het wel erg lastig. Maar goed, ja, als je een nummer opspelt, dan kun je starten en dan kun je ook winnen. Dus ja, wie weet. Op zich, ik voel me wel goed. Maar ja, het zal niet zoals vorig jaar zijn dat ik met minuten voorsprong zal winnen. Maar ja, het is nu gewoon een kwestie van aanhaken en zien hoe ver je mee kan komen. Ik sta in Kerkrade op de Grote Markt en vandaag is alweer de finale van de Nederlandse Loterij topcompetitie. En naast mij staat Twan Kasteleins, de winnaar van 2015. De eerste topcompetitie die weer terugkwam nadat het 10 jaar is weg geweest. Twan, hoe is het met je? Ja, heel goed. Dankjewel. Jij won toen die topcompetitie. Mocht ook prof worden bij Roompot, maar je koos toen ervoor om prof te worden bij Lotto Jumbo, de World Tours formatie, waar je een contract kreeg voor 2 jaar. Op zich begrijpelijk, maar uiteindelijk moest je daar knechten en eindigde jouw carrière daarmee ook. Hè? Had jij niet achteraf gezien, het is misschien meteen een hele moeilijke vraag, beter kunnen kiezen voor Roompot voor je eigen kansen? Ja en nee. Van de ene kant had je misschien bij Roompot wel iets meer je eigen kans kunnen rijden, iets meer in de aanval proberen te gaan, iets meer jezelf kunnen laten zien. Maar daar stond wel een 1-jarig contract zondag tegenover. En ja, in principe, als je dan nieuw bent op dat niveau en je moet je dan in 1 jaar zien te bewijzen, kan er veel gebeuren. Dus ik koos meer voor de zekerheid en 2 jaar in een World Tour formatie. En ja, daar heb ik heel veel mooie dingen, heb ik daar mogen rijden, heel veel mooie koersen mogen rijden. Dus ja, achteraf heb ik ook geen spijt van mijn keuze gehad. Hey, ja, hele mooie dingen noem je. Je hebt onder andere 2 keer de Giro d'Italia mogen rijden. Ik ben jaloers op je. Ik ben zelf Italiaan. Ik had heel graag de Giro willen rijden. Het is mij nooit gegund. Je hebt ook de crash meegemaakt met Steven Kruiswijk op die sneeuwschots. Dat zijn natuurlijk historische momenten. Uiteindelijk is je carrière nu voorbij. Ben jij niet in een zwart gat terechtgekomen? Was dat lastig? Natuurlijk was ik heel teleurgesteld dat mijn fietscarrière eigenlijk voorbij was voordat die goed en wel begonnen was, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb mezelf tot mijn laatste wedstrijd de kans gegeven van, ja, als er dan nog geen nieuwe ploeg voor mij is, dan hak ik de knoop door en dan ga ik gewoon proberen om verder te gaan in mijn maatschappelijke carrière, zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Als fysiotherapeut. Als fysiotherapeut, inderdaad. Ja. Ik had toen mijn opleiding bijna afgerond, heb ik weer snel in gang geschoten en opleiding afgerond. En vervolgens ben ik eigenlijk vanaf vorig jaar februari aan het werk als fysiotherapeut. Nou, knap dat je zo weer de draad oppakt. En Twan Kasteleins is nou het prachtige voorbeeld dat je als laatbloeier, op 25 jaar was je toen, toch nog beroepsrenner kan worden. En dat is wat deze jongens hier allemaal willen. We gaan dan ook meteen nu over naar de koers, want we hebben het over jou gehad. Maar vandaag is natuurlijk de wedstrijd, de finale. Het begint te regenen. Het gaat hier helemaal los. Maar als we dan naar de klassementen kijken, beginnen we bij de Wattmeistertrui. De rode trui met het Trivio logo. En die is in handen van Marien Bogert. Maar Marien Bogert is zwaar christelijk en rijdt niet op zondag, want op zondag mag hij niet werken. Dus die trui is in handen van Gijs Leemrijzen. En die gaat volgend jaar dus debuteren bij de belofteploeg Jumbo-Visma. En we spraken hem net voor de start. Misschien wel een van de laatste koersen die jij rijdt voor Senza Kanjers voor Kanjers. Volgend jaar het avontuur bij Jumbo, bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Is er dan zoiets van, vandaag wil ik me even extra laten zien dat ik dat contract waard ben of iets terug doen voor de ploeg? Ja, sterker nog, het is mijn laatste wedstrijd voor de Kanjers. Dus ik wil wel even mooi afsluiten eigenlijk. En wat is mooi afsluiten? Waar denk je dan aan? Uh,
Ja, ik vind het moeilijk om er een klassering aan te hangen, maar als ik mee heb gedaan aan de overwinning, dan vind ik dat mooi. Dat was de talentvolle Gijs Leemrijzen, die tweede staat in de eindstand van de Wattmeister Challenge, een van de 5 truien in de Nederlandse loterij topcompetitie. De Wattmeister Challenge is het enige klassement dat al op slot zit, maar bij de andere 4 truien zijn er nog veel kanshebbers op de winst en dat maakt de koers vandaag erg interessant. Te meer omdat er ook 2 bonificatiesprints zijn op de streep waarmee in totaal 50 punten zijn te verdienen. De witte trui voor de beste jongeren is in handen van Dylan Bouwmans en daar blijft die trui waarschijnlijk ook. Maar Dylan die wil meer, die wil het oranje winnen. De overwinning, de eindzege, net als jij in de Nederlandse loterij topcompetitie. Maar dan moet hij Bas van der Kooi aftroeven, die heeft wat puntjes. Het is een lastig parcours, hoe schat jij dat in? Bas van der Kooi is natuurlijk wel een sprinter en ik denk wel dat Dylan makkelijker omhoog gaat dan Bas. Dus het zal ongetwijfeld nog heel spannend gaan worden voor de eerste 2 posities, denk ik. Maar er zijn hier bonificatiepunten, hè? 2 keer 25 punten te verdienen is in het voordeel van Van der Kooi. Ja, ik denk het inderdaad wel. Als je dan als hij daar zo'n 25 punten zou kunnen pakken en dat kan hij toch een mooie voorsprong, zijn voorsprong mooi uitbouwen. Ja. Het zal spannend worden, denk ik. Zeker. En we vroegen het Dylan Bouwmans. Jullie hebben een hele sterke ploeg meegenomen hier naar Limburg. Met echt mannen die hier stuk voor stuk bijna allemaal wel kunnen winnen. Wat wordt dan de tactiek van Metec TK? Hoe gaan jullie die topcompetitie winnen? Ja, we gaan ook voor de dagoverwinning. En ik denk dat als we gewoon, zoals je al zei, we zijn met 5 of 6 renners van de 8 die gewoon allemaal kunnen winnen. Dus we moeten elke situatie ervoor zorgen dat die in ons voordeel zit. En dat wij altijd met overtal aanwezig zijn. Ja, een strijdbare Dylan Bouwmans die natuurlijk ook een hele goede ploeg om zich heen heeft. Maar Bas van der Kooi die heeft dit jaar al laten zien heel goed te kunnen sprinten. In het voorjaar in de Tour of Antalya won hij een massasprint tussen de grote mannen met Mathieu van der Poel. Maar daarna waren het vooral ereplaatsen en hij zoekt nog echt die grote winst. En met de winst hier in de Nederlandse Loterij topcompetitie kan hij stage lopen bij Team Katusha Alpecin. En dat is zijn grote droom, prof worden. Je kan hier vandaag geschiedenis schrijven, je kan de topcompetitie winnen. Ja, zeker, zou heel mooi zijn. Dankjewel. Is dat iets waar je de afgelopen dagen dan net iets meer over nagedacht hebt? Ja, tuurlijk. Eerst was het zoiets van, we rijden gewoon die wedstrijden en ik ben niet bezig met de trui. En nu is het zo van, je kan hem winnen, dus dan begint dat wel te spelen. Want uiteindelijk is er ook een stagecontract aan verbonden. En dat is denk ik ook wel voor mij belangrijk om mezelf nog te tonen dit jaar. De ploeg die je bij je hebt, een sterke ploeg, zeker hier in Limburg. Wat ga je daaraan hebben vandaag? Nou ja, we gaan sowieso wat mannetjes hebben die mee kunnen springen met mannen die kort staan. En mannen die het kunnen controleren voor mij. Dus dat is wel heel belangrijk vandaag. En dan uiteindelijk is het aan jou, dan moet jij het afmaken. Ja, uiteindelijk moet je de benen met het af te kunnen maken. En het zal gewoon een wedstrijd in een wedstrijd worden. Dus het is lastig vandaag. Heel veel plezier, veel succes met de wedstrijd. We gaan van start en dan gaan we bij aansluiten. Veel plezier en succes jongens, het leuk trouwen. Het is dan 1 uur en de renners vertrekken geneutraliseerd voor 12 rondes over 12,5 kilometer met daarin 2 hele steile klimmetjes per ronde. En dus wil iedereen graag voorin zitten. Sjoerd Baks, de winnaar van 2017, is gretig en gaat vanuit het vertrek in de aanval. Hij slaat een gaatje, maar dan maakt hij een vreemd gebaar. Hij stopt met trappen en dan is de wedstrijd volledig ontregeld. Er wordt wat geroepen, maar de koers is geneutraliseerd en niemand weet nog waarom. Het hele pak wordt dan staande gehouden door de KNWU-jury, maar een paar kilometer terug op de route wordt duidelijk wat er mis is. Een spekgladde houten brug zorgde voor een massale valpartij en de jury inspecteert de situatie ter plaatse. En dan zit er niks anders op, terug naar de start voor crisisberaad. Dat we nu zien het aankomsten van het kanton. Hier zetten we de kwaliteit aan. De renners zoeken dan schuilplaatsen onder afdakjes, want het is fris en het regent ook nog eens. Dus geen fijne omstandigheden om stil te staan en te wachten. Dat was gewoon zo gevaarlijk. We moesten over een houten bruggetje.
En je weet gewoon als je aan het wielrennen bent, wildroosters of houten bruggetjes in combinatie met regen is gewoon spekglad. En de peloton klapt er langs, rond plekje 30 wordt er geremd, slippen en het is stapelen. De hele brug lag vol. En toen al vrij snel besloten om het te neutraliseren? Ja, er stonden zoveel renners achter, het peloton was gebroken en het kon gewoon niet meer, het was gewoon niet veilig. Wat nu? Ik heb gehoord dat we wachten tot 2 uur, dat er dan een herstart is en dat ze het parcours gaan aanpassen. Maar het bruggetje, daar kan je niet meer overheen, want het blijft vandaag regenen. Nee, het bruggetje gaat eruit. Niet letterlijk het bruggetje eruit, maar het parcours gaat aangepast worden dat we niet meer over het bruggetje gaan. We willen 2:30 starten, 15 rondes. Dan is er eindelijk licht in de duisternis, want wedstrijdleider Pim Kroon heeft samen met de organisator een aangepaste route getekend, waarbij de gladde houten brug wordt gemeden en dus kunnen we opnieuw van start, weliswaar 1,5 uur later. De renners zijn vertrokken voor nu 15 rondjes van 10 kilometer en daardoor rijden we toch nog die beoogde 150 kilometer in deze finale. Maar we gaan heel even eruit voor een andere finale en wel de Wattmeister Challenge in de Velodroom Amsterdam. Ja, ik vertelde het al in deze uitzending. Marien Bogert werkt en koerst niet op zondag, want dan gaat hij naar de kerk. Maar de Wattmeister Challenge was op een woensdag en dus zette hij vandaag gewoon zijn beste beentje voor. 6 mannen nemen de strijd op tegen elkaar voor de titel Wattmeister 2019 op een Tax Neo Smart Trainer. En bewegingswetenschapper Jim van den Berg ligt nog eens toe hoe het protocol eruit ziet. Ja, we beginnen nu op een vast wattage, namelijk op 200 watt. En dan komt er iedere keer een relatieve stap bij. En dat maakt eigenlijk dat je, als je extreem licht bent, het eigenlijk niet meer alleen aankomt op wattage per kilogram, dus op klimvermogen, maar dat het ook gaat om de absolute vermogens. Nu heb jij er verstand van. Jij zal ongetwijfeld een idee hebben wie van deze 6 jongens hier vandaag gaat excelleren. Het is moeilijk voorspellen hoor. Maar het viel me net wel op dat er 1 iemand hier die is 3 kilo lichter dan tijdens de kwalificatie. En het gaat nog steeds ook om gewicht. Dus om gewicht en die absolute vermogens. En dat is Gijs Leemrijzen. Dus ik denk dat hij wel een hele goede kans maakt. 1 voor 1 vallen de finalisten dan af en zo blijven 2 ontdekkingen van dit seizoen over in een nek-aan-nek race. Marien Bogert werd al Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract. En Gijs Leemrijzen gooide hoge ogen in de buitenlandse klimkoersen, maar ook bij de kick-off van de Wattmeister Challenge begin dit jaar. En dan breekt Gijs Leemrijzen en is het een feit. Marien Bogert is de Wattmeister 2019 en pakt deze mooie titel en trui voor de Belg Victor van den Branden en Gijs Leemrijzen. 1, 2 en 3 voor Marien Bogert, voor Gijs Leemrijzen en Victor van den Branden. Straks gaan we verder met de finale van de HLB van Daal Eurode Omloop, waar inmiddels een interessante kopgroep de wedstrijd heeft geopend. Blijf dus kijken, tot zometeen. Welkom terug bij deel 2 van de HLB van Daal Eurode Omloop, de finale koers in de Nederlandse loterij topcompetitie waarmee een stage is te verdienen bij World Tour formatie Team Katusha Alpecin. 5 man zijn inmiddels gaan lopen en ze hebben snel een minuut voorsprong uitgebouwd op het peloton. In de kopgroep zien we bergkoning Thijs de Lange die uiteraard interesse heeft in de bergpunten. Maar dan daarachter, Dylan Bouwmans himself opent de aanval frontaal samen met Stef Krul en Hartijs de Vries. Een klein gaatje, maar Bas van der Kooi is niet alert, want Bouwmans weet zijn voorsprong uit te bouwen en sluit even later aan bij de koplopers, waar Gerco Pastoor met pech heeft moeten afhaken. 7 koplopers dus met een bizar overtal aan Metec-renners, want 4 van de 7 komen uit het kamp van Michel Megens, de teammanager en sponsor van deze continentale ploeg. Thijs de Lange sleurt hard op kop voor Sjoerd Baks, de winnaar van deze koers in 2017. In het wit zien we Dylan Bouwmans voor Stef Krul, gevolgd door Adne Koster, Jarno Gemelig-Meiling en Hartijs de Vries. In
In het peloton heeft Bas van der Kooi zijn manschappen op kop gezet. Hij heeft op papier een sterke ploeg, maar de renners van Monkey Town à Blok krijgen het gat niet dicht. Sterker nog, de vluchters lopen verder uit en bij de eerste bonificatiesprint is het Dylan Bouwmans die het volle pond pakt en zijn achterstand op Van der Kooi weet te verkleinen van 37 punten verschil naar 12. Ja, de HLB Van Daal-Eurode-omloop is voor de tweede keer gestart. We hebben het gezien, er was chaos alom. En ik zit in de ploegleiderswagen bij Metec met Robin Chagnol, ex-beroepsrenner. En vandaag dus de ploegleider van dienst bij Team. Waar de nummer 3 in het klassement, Dylan Bouwmans, natuurlijk de slag wil maken. En intussen hebben jullie hele goede papieren, hè? Ja, in eerste instantie met Thijs. Wij willen natuurlijk met Thijs de Lange de bergtrui winnen vandaag. Maar dat het nu ook zo uitpakt met Dylan in de kopgroep, die ook onderweg al 25 punten heeft gepakt, is natuurlijk voor ons fantastisch. En het ziet er nu naar uit dat hij ook die volgende 25 punten gaat pakken. En dan gaat hij Bas van der Kooi in het klassement voorbij. Ja, dat zou helemaal fantastisch zijn. We zitten op het Duivelsbos, de steilste klim in deze omloop. En Thijs de Lange stelt zijn bergtrui veilig, want hij kan niet meer worden ingehaald. En mag de bolle trui straks mee naar huis nemen. Maar in de achterhoede is er dan beweging. Lars van den Berg, wederom een Metec-renner, voert de achtervolgende groep aan met Rens Tulner, Jens van den Doel, Meindert Weulink, Timo de Jong, Marijn van den Berg, Brecht Stas, Robin Leuwik en Joren Bloem. De 9 renners komen korter, maar dan stokt de samenwerking. Want er zitten 3 Metec-renners bij die de opdracht hebben gekregen om niet meer mee te rijden. Tactisch heel slim, want hierdoor kan Bas van der Kooi onmogelijk nog veel punten pakken. Maar dan moet de situatie wel blijven zoals die is. Van der Kooi rijdt op ruim 2 minuten en er is nog 1 bonificatiesprint op komst, waar 25 kostbare punten zijn te behalen. Pakt Bouwmans die, dan is hij virtueel leider en kan enkel pech hem nog van de eindzege houden. Gaat supergoed, hè? 2 minuten 10 is de laatste voorsprong. Veel? 2 minuten 10. Dus die volgende 25 punten kan je ook pakken. Alleen ik zie je flinke beurten doen. Pas op, pas op. Wel een klein beetje zuinig, hè? Jullie rijden hartstikke goed, maar niet te gretig op kop. Ja? Ja, en ook de tweede bonificatiesprint wordt gewonnen door Dylan Bouwmans. Hij staat nu dus al op voorsprong in het klassement met 14 punten. En enkel de punten van de uitslag kunnen nog roet in het eten gooien als Bas van der Kooi voor hem zou eindigen. Maar daar heeft het geen schijn van. De manschappen van Monkey Town à Blok zijn moe gestreden en de prijzen worden vooraan verdeeld, waar Metec het overtal zal moeten uitspelen. En dat gebeurt vakkundig, want Sjoerd Baks trekt ten strijde voor een solo van 20 kilometer. Twee ronden voor de aanval bij de kopmannen van de Sjoerd Baks. Want met de verdamping nog 2 ronden te rijden. Hij won deze finale koers alles in 2017 en gaat nu op herhaling en rijdt net als toen ruim aan de leiding. Dik 1 minuut voorsprong heeft hij al op de 6, waarbij Metec natuurlijk niks meer hoeft te doen en het ploegspel perfect uitspeelt. Hij kan onbedreigd genieten in de straten van Kerkrade. Sjoerd Baks wint het slotstuk in de Nederlandse loterij topcompetitie, de HLB Van Daal-Eurode-omloop. Ja, Sjoerd, jij weet hoe je moet winnen, hè? Hoe deed je het vandaag? Ja, een beetje op dezelfde manier als de vorige keer. Een kilometer of 20 solo gaan. Want we zaten met een sterke ploeg. En met jou waren we met overtal in het groepje. En ik dacht van, we zaten toch met een aantal anderen erbij. Dus ik denk, als je te lang wacht met demareren, ja, dan kunnen ze misschien mee. En zien ze dan nog maar eens af te rijden in de laatste ronde. Een sterke ploeg, jullie waren de allerbeste. Ja, precies. Dus dat had ik ook wel door. En ik twijfelde zelf nog een beetje eigenlijk. Ik voelde heel licht een beetje krampjes. Maar ik vroeg aan Stef van, mag ik de volgende ronde gaan? Want ik denk van ja, als ik word teruggepakt is het in hun voordeel. Dus toen geprobeerd meteen. Ik denk ja, ik moet meteen wel volgaan. En dat lukte.
Hier dan de top 10 van de dag. Adne Koster wordt knap tweede voor Stef Krul, vorig jaar nog tweede hier. En dan zien we Jarno Gemelig-Meiling, Hartijs de Vries, Rens Tulner en Dylan Bouwmans voor Marijn van den Berg, Robin Leuwik en Brecht Stas. Laten we horen hier in Kerkrade door Stef Krul, Adne Koster en Sjoerd Baks. Een breed lachende Sjoerd Baks op de hoogste treden voor Adne Koster dus en Stef Krul, die als stage liep de afgelopen periode bij Jumbo-Visma in onder andere de Deutschland Tour. En binnenkort mag hij dus weer aantreden voor de World Tour formatie. De bollentrui was al bekend en is voor Thijs de Lange, die vandaag de slok op was vanaf het begin en dan ook naar huis mag met deze fraaie lichte wielset van Four. De hoofdprijs voor de bolletjestrui onder aanvoering van Racefietspolis. Voor de winnaar van het totale bergklassement over de hele toppositie, een geweldig applaus voor Thijs de Lange. Gaan we verder met de blauwe trui van Bol, de beste clubrenner in het klassement van de Nederlandse topcompetitie. Het blauw ging op de valreep naar Robin Leuwik, die met zijn negende plek oprukte naar de nummer 1 positie in het klassement voor de beste clubrenner in deze competitie. De man van Alec IJsselstreek dus, winnaar van het beste clubrenner in de Nederlandse Loterij Topcompetitie 2019. Het wit was en bleef bij Dylan Bouwmans, die uiteraard meer wilde en dat ook kreeg. Maar hij slaat daarmee een dubbelslag en mag zich ook de beste jongere noemen in de Nederlandse Loterij Topcompetitie voor ploegmaat en supertalent David Dekker en Jasper de Plus. We zien een mooi lijstje met namen die we zeker nog terug gaan zien in het profpeloton. Dylan Bouwmans. Dylan Bouwmans kwam, zag en overwon met zijn ploeg Metec TKH. De dagzegen, de bolletjestrui, het wit en ook nog eens het oranje voor de eindwinst in de Nederlandse Loterij Topcompetitie, waarmee Dylan Bouwmans een mintgroene Bianchi wint. Maar als klap op de vuurpijl dat stagecontract bij Team Katusha Alpecin, waar hij een hele reeks koersen kan rijden in het najaar met als afsluiting Parijs Tours. Dylan Bouwmans. Ja, kon het beter vandaag? Nou, het kon beter. Als ik vandaag ook nog de rode omloop had gewonnen, dan was het beter. Maar voor mij hoefde het niet per se en vond ik het net zo mooi dat Sjoerd won en ik het klassement pak dan anders. Ja, de dagzegen, het algemeen klassement, jongerenklassement, bergklassement, ploegenklassement. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, er worden al dingen gezegd als masterplan, geniaal uitgedacht. Was dit zo uitgedacht? Was dit iets waarmee jullie rekening hadden gehouden? Nee, ja, we wilden wel vanaf het begin koers maken. En het was de bedoeling dat Thijs mee zou gaan met een paar man. En ik denk dat iedereen... We hebben natuurlijk een aantal profkoersen gereden. En we merkten gewoon dat we met een aantal renners er... wel bovenuit staken. En dan is het toen Sjoerd en Thijs weg waren en Stef die trok een keer door op de klim en niemand kon hem volgen behalve ik, ja, dan moet je gaan. En als je dan weet dat er punten liggen te wachten anderhalve ronde verder, dan rij je gewoon vol door en dan ga je voor die punten. Ja, die beker en die fiets, dat is allemaal mooi, maar het contact met Katusha, dat is natuurlijk het allermooiste. En nog een paar koersen in zo'n trui rondrijden is natuurlijk hartstikke mooi. En dan die trainingsbegeleiding die er nog bij zit. Misschien is dit wel de stap om alsnog prof te worden. Ja, het zou mooi zijn. Ik zei het eerst al, de topcompetitie is een hele mooie koers qua media aandacht die je krijgt om, om jezelf te laten zien aan de buitenwereld. Dus ik denk dat ik die kans met twee handen heb aangepakt. Een gelukkige Dylan Bouwmans die al op 20 september aanstaande stage mag gaan lopen bij Team Katusha Alpecin. Maar dat ging ten koste van Bas van der Kooi, die vandaag de leiding verloor en tevreden moest zijn met een tweede plek in de eindstand voor Koen van Melvoort, David Dekker, Robin Leuwik, Hartijs de Vries, Sjoerd Baks, Jasper de Plus, oldtimer René Hooghiemster en de eerstejaarsbelofte Nick Brabander. De
mooie Bianchi-fiets, dat mooie contract bij... Rest ons nog het ploegenklassement dat, hoe kon het ook anders, gewonnen werd door Metec TKH Continental Team. De ploeg van Michel Megens, die naast diverse dagzegens in de Nederlandse loterij topcompetitie ook 3 truien won. En als kers op de taart zich de beste ploeg van 2019 mag noemen. De beste ploeg van de Nederlandse loterij topcompetitie, Metec TKH. Ja, de HLB van Daal Eurodomloop zit erop en de Nederlandse Loterij topcompetitie evenzo. Twan, we hebben een geweldige wedstrijd gezien. Het begon een beetje raar, hè, met het annuleren van de wedstrijd of eigenlijk het aflassen. Het begon 1,5 uur later, maar het is toch een hele mooie koers geworden, hè? Ja, het is een heel mooie koers geweest inderdaad. En ja, je ziet het ook aan de uitslag denk ik straks wel. Er zijn zoveel tijdverschillen. Het is echt een slagveld geworden. Ik heb vandaag in de wagen bij Metec gezeten. Jij hebt daar ook heel even gezeten. Heb je nog mooie dingen gezien? Ja, ik heb de koers van op de eerste rij meegemaakt, dus dat is altijd heel leuk om te zien. We hadden wagen 1, dus we zaten echt in het vuur, zeg maar. Ja. Nou, ik heb in ieder geval genoten, ik hoop dat jullie genoten hebben. Volgend jaar is er weer een Nederlandse loterij topcompetitie en dan beginnen we weer live met de Kraftster van Zwolle hier op Eurosport 1.